Vandaag wil ik het met jullie hebben over jezelf zijn voor de camera. Naar aanleiding van mijn video van vorige week, dat ging eigenlijk over solliciteren. We leven in een tijd waarin we steeds meer en meer communiceren met video. Dus ook op het gebied van solliciteren. Maar ja, je weet zelf ook wel dat iedereen maakt nu video's voor Insta Stories, voor Snapchat, voor je werk. Events worden opgenomen. Er wordt je zomaar gevraagd of je een quote kan geven. Kortom, video is heel erg belangrijk. En wat kun je nou doen om je meer op je gemak te voelen voor de camera? En wat kun je doen als je bijvoorbeeld wil beginnen met vloggen of je wil vaker video maken voor je bedrijf, voor wat voor project dan ook? Wat kun je daaraan doen? Nou, begin gewoon eens met zo'n oefening, zou ik zeggen. Gewoon zitten voor de camera en jezelf laten zien en kijken wat gebeurt er allemaal in jou? Wat voel je allemaal? En dat dan terugkijken, dat helpt natuurlijk al. Ik krijg heel vaak de vraag van, hoe doe je dat? Hoe ben je jezelf voor de camera? Wat ik heel vaak als advies geef, want ik moet zeggen, ook al ben ik al jaren presentatrice en ik ben actrice. Dus voor mij is er wel een soort stuk af. Ik vind het niet heel moeilijk om mezelf te laten zien. Maar ik moet je toch eerlijk zeggen dat toen ik begon met vloggen, toen ik begon met dit soort video's maken, gewoon praten tegen de camera, moest ik zo wennen in het begin. Dat was zoiets anders dan presenteren. Toen had ik ook zoiets van, wat doe ik hier nou eigenlijk? En ik weet, het heeft echt uren en uren geduurd. Ik zat maar te lullen en terug te kijken. En wat denk ik heel belangrijk is, is dat jij jezelf leert kennen. Dus hoe praat jij? Hoe klinkt jouw stem? Wat zijn jouw maniertjes? Zit je bijvoorbeeld, ik weet van mezelf, ik zit altijd te frunniken aan mijn gezicht. En dat weet ik. Dus nu ik dat weet, en als ik mezelf dan zit te editen, dan kan ik daar voorbij kijken. En dat is mijn eerste tip. Leer jezelf kennen en je maniertjes, zodat je dat ook leert accepteren. Want dat zijn dingen, je bent, als je praat, ben je gewoon zoals je echt bent. Dus wat je het beste kunt doen, is jezelf dan filmen als oefening. Gewoon in huis, ga gewoon eens wat vloggen. Vertel gewoon eens aan die camera van, nou, ik ga nu een boterham smeren en ik eet nu dit, want dit is mijn lievelingseten. Bla 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 bla. Maar ga gewoon eens praten. En de oefening is dan, kijk later eens terug en kijk eens naar wat zijn jouw manieren en wanneer ben jij dus op je gemak? Wanneer ben je jezelf? Want als het goed is, als je gewoon alleen bent in je huiskamer en je filmt wat, dan ben je jezelf. En dat is heel erg belangrijk om te weten. Een andere tip die ik je wil geven is, vraag altijd als je een video wil opsturen, bijvoorbeeld voor een sollicitatie of een presentatie, vraag altijd aan je vrienden of mensen die je echt goed kennen, of zij vinden dat jij jezelf bent op die video. Toen Jorg net begon met vloggen, toen weet ik nog, toen zat hij ook heel vaak voor de camera. En toen zat ik gewoon in een andere kamer, maar ik hoorde hem natuurlijk praten. En soms hoorde ik dan een toontje, dat ik dacht, dit toontje, dit is niet hoe jij echt klinkt. Dus nu ben je niet jezelf, nu ben je iets aan het presenteren. En jezelf zo voor de camera gaat juist over niet iets presenteren. Door al die maskers af te zetten en gewoon echt je pure zelf te zijn. Dat is natuurlijk ook het allermoeilijkst. Maar dat vereist ook een stukje techniek. Want wat heel veel mensen doen is, dan gaan ze zitten en dan gaan ze heel erg iets vertellen. Mijn naam is Sunny Verhoeven. En ik, of nou, nu doe ik het wel heel groot, maar mijn naam is Sunny Verhoeven. En ik wil graag bij jullie komen werken. Nou, nu heb ik het echt gepresenteerd. Heel erg aangezet. Dit voelde niet als mezelf. Dit voelde heel erg als iets doen, als een kunstje doen. Maar dat is niet mezelf. Dus kijk ook eens bij jezelf van wanneer heb je het gevoel dat jij iets gaat aanzetten en wanneer heb je het gevoel dat je dat niet doet. Want daar gaat het uiteindelijk om. Dus niet te veel je stem, niet te hard praten, niet te veel articuleren en niet te strak in die camera kijken. Maar wees gewoon ontspannen en relaxed. Het allerbelangrijkste is, die camera is geen camera, die camera is een persoon. Dus stel ook voor dat daar iemand zit. Tegen wie heb je het? Visualiseer diegene. Is het een groep mensen? Is het één persoon? Is het een vriend of vriendin? Hoe praat je tegen diegene? Heel formeel of heel informeel? Dat maakt het al meteen een stuk makkelijker. Dus weet supergoed tegen wie je het hebt. En op het moment dat jij dan weet tegen wie je praat, dan begint er al iets te veranderen in je gezicht. Want als ik zie jullie nu gewoon. Dat klinkt misschien raar, maar daardoor ga ik zo lachen met mijn ogen. Ik ben nu echt in een gesprek, hoewel het een monoloog is. Ja, misschien ben ik gewoon gek. Misschien is dat het. En als jij heel goed weet wat je gaat vertellen, waarschijnlijk ga je het hebben over je missie of je passie of iets wat je graag wil bereiken, dan zal jouw gezicht waarschijnlijk mee gaan doen. En dat is ook de bedoeling, dat je het gaat voelen. Dat je niet alleen maar een verhaal vertelt, een verhaal wat je hebt bedacht en wat nog ergens in je hoofd staat, maar dat je echt gaat voelen. En op het moment dat je het voelt, dan is het te zien. Terwijl ik kan natuurlijk ook gewoon zo een verhaal vertellen en dan
Dus vertel ik het gewoon. Maar ja, dan is het heel anders om naar te kijken dan dat ik het voel en dat ik het breng en dat ik het aan jullie geef. Ik hoop dat er nu verschil is, by the way. Inhoud is dus ook heel belangrijk. Weet wat je gaat vertellen. En waar het eigenlijk bij iedereen altijd verkeerd gaat, je bedenkt vaak een verhaal en dat verhaal wil je precies zo vertellen zoals jij het hebt bedacht. Maar dat kan eigenlijk niet. Wat je beter kunt doen is het heel goed voorbereiden. En als je dat hebt gedaan, dan weet je donders goed wat je wil vertellen. Dan kan je dat allemaal overboord kieperen, want je weet het wel wat je wil vertellen. En dan sta je daar op dat moment, tijdens een presentatie of dus voor de camera. En dan ga je het opnieuw vertellen, alsof het voor het eerst in je opkomt. En dan zul je merken dat er vanzelf al die dingetjes die je hebt bedacht, dat die tot je komen. En natuurlijk is dit oefening. Maar dit is wel de kracht van een goede presentatie. Voor de camera of naast de camera, of niet voor de camera, dat maakt wel niet uit. Maar gooi alles overboord. Ga niet in je hoofd zitten nadenken van, oh ja, wat wilde ik hierna zeggen? Nee, maak het in het moment. Dit zijn mijn tips. Ik zal ze nog even samenvatten. Zorg super goed dat je weet tegen wie je het hebt. De camera is niet een camera, maar is een persoon. Weet wat je gaat vertellen en maak echt connectie daarmee. Dus verbind je met het gevoel, waarom wil je dat vertellen? En laat het zien, laat die emotie zien. Dan bereik je vanzelf die mensen. En vind iemand die jouw video wil bekijken en die kan checken of jij ook echt jezelf bent. Dat is heel erg belangrijk. Dat je niet een of andere praatpop bent, zonder emotie, zonder eigenheid, maar dat je wel echt jou bent. Ik wens je alle succes met het maken van jouw video. Ik zie je de volgende keer weer. Wil je meer van dit soort video's zien? Abonneer je dan op mijn YouTube kanaal. Dankjewel. Doeg!